We zijn er weer voor de vijfde keer vandaag. We gaan dus naar, je lacht erom, we zijn de hele ochtend bezig. We gaan dus dan weer starten met een andere uitzending waar we dus dan gaan praten met iemand van Binnenlandse Zaken. Hij is ondervoorzitter van de Bond bij Binnenlandse Zaken. Hij is Bizaan, dus iemand die werkt bij Binnenlandse Zaken. En hij is burger. Hij is vandaag bij ons. We hebben hem vaak gezien bij DTV Tros. Je bent bijna kind aan huis nu, meneer Tiro. Maar ja. Nu niet als ABOP'er, maar als een ondervoorzitter van de Bond bij Binnenlandse Zaken. Ja. Eerder in de uitzending hebben wij gesproken met Cibrano Piqué. Cibrano Piqué heeft gesproken over overuren. Malversaties daar met overuren. En we zijn weer hier. En er zijn nog veel meer zaken die gebeuren bij Binnenlandse Zaken die niet kunnen. En de ondervoorzitter van de Bond wil ons meer informeren daarover. Meneer Tiro Lichon. Ja. Dat is de naam, hè? German Lichon. German Lichon. Mooi. Hoe lang werk je al bij Binnenlandse Zaken? Ik ben vanaf het jaar 2019 werkzaam op het ministerie van dus Binnenlandse Zaken. Dus ongeveer 5 jaar? Ja, maar ik ben al sinds het jaar 2011 in dienst bij de overheid. Oké. Je had overplaatsing genomen. Ja. Mooi. En er gebeuren rare dingen, zeg je, bij Binnenlandse Zaken? Heel raar. Hele rare dingen. Mm-hmm. Maar, Isabi, ik zat een hele tijd stil, Gerald. Omdat... Isabi, you know, one make the man kies a gevoel. Lekker ieder persoonlijk bezig aan de man. Ja. Maar als een buitenstander. Mm-hmm. Want als hij niet voelt, ze brengen op pique in mijn tegen. En dat is een trigger me. Ai. En if een buitenstander. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Kies a informatie. Voor Binnenlandse Zaken. Dat jullie gewoon bizar. Nog erger als ondervoorzitter van de Bond. Dan zit je stil. Ja. Dat werkt niet bij mij. Dus, ik ben op onderzoek ingegaan. En daadwerkelijk bleek dat er heel wat rare dingen gebeuren op het ministerie, Gerald. En we kunnen het niet zo laten. Ik vraag van hieruit aan de regering, de totale regering. En in het bijzonder de president van de Republiek Suriname. Want hij is de hoofdverantwoordelijke. Voor onderzoek. Sana den calamiteiten ze vinden plaats. Stap aan ministerie voor Binnenlandse Zaken. Gerald, enkele van die calamiteiten. Gerald, look. Het is heel vreemd dat iemand niet werkt. Hmm. Je werkt niet. Dat je kiest overuur voor een staat. Suma belasting money epai. Moet ik zeggen dat het niet werkt, Gerald. Ja. Na een poorti burger. Ze moest pay more of water. Ze moest pay more of fire. Ze moest pay more of benzine. Na de money de mij stapel op en versamel. Ik ga naar de centrale bank, ministerie van Financiën. En a money dat die daardoor een bepaalde hoeveelheid. Daar heb je gewoon een minister die partijgenoten gewoon een overuur geeft. Bedragen, hoge bedragen, Sir Gerald. 60 tot 65.000 SRD per maand. Over uren, ja. Het kan niet. En daarom ik vraag van hieruit aan. Weer vraag ik aan de president. We vragen namens de gemeenschap een onderzoek op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want, zou ik ook eens vieren, de achteraf dat de man moest charen een deel voor een money dat gaat naar partij. Oké. Ja. En dat kunnen we niet langer accepteren, Gerald. Dan, ik wacht op bevorderingen. Mensen die door deze regering in dienst zijn genomen. Mensen die door de vorige regering in dienst zijn genomen. En die mensen worden niet opgebracht. Bewust niet, Gerald. En dat gaan we niet langer accepteren. Maar hoe weet je dat het bewust niet wordt gedaan? Hoe luister nou. Die stukken van die ambtenaren. Je hebt een aanstelling, toch? Je bent in dienst genomen door de overheid van Suriname. En je hebt een beschikking. Je beschikking ligt daar bij personeelszaken. Het ligt daar bij SKAK. Het ligt daar een kopie bij de minister. En men kijkt alleen. Men haalt uit die stukken. Dat oké, dit is na een partij.
Dit is naar Unopartij. Dit is naar Unopartij. Unosabamanja. Dit is naar Unopartij. En deze mensen worden wel opgebracht. En de rest niet. Wow. Waarmee zijn we bezig in Suriname, Gerald? En lastelijk nog. Wang ambtenaar op het ministerie voor Binnenlandse Zaken. Amang kiswan bevordering sinds 2020. Oké, amang gona het directeur voor Binnenlandse Zaken, de heer Eskak. Amang aksaman tak directeur. Hoe komt het, waaraan ligt het dat ik mijn bevordering nog steeds niet kan krijgen na 4 jaren? Amang aksaman, laat me je beschikking zien. Amang luku, amang te amang taki. Wacht, dit is door de vorige regering, amang te amang aai. Aman tegen een ambtenaar, directeur van Binnenlandse Zaken. Aman tegen een vorige regering, take you in dienst. Te a vorige regering, kom bakken aan de macht. Wat? De aman, bring you up. Me, no, op bring you up. En Gerald, ook al zou ik die man niet willen geloven. Ook al zou ik die man niet willen geloven, want aan mij kunnen ze dat niet zeggen. Maar Gerald, kijk hier, dit is mijn beschikking. Bij mij ook toe. Kies een benoeming in 2020. Ja. Ja? En tot de dag van heden, 4 jaren later, Gerald. Toppers voor apartheid, mijn elkaar neem. Toppers voor apartheid, bij midden in zee. Bel Eskak, bel Bronto, voor breng me op. 4 jaren later, Gerald, die mannen hebben mij nog steeds niet opgebracht. Ondanks mijn beschikking dat ik in jou aan een onode. Ah, dat zie ik ook, ja. Dat is meer dan rancune. En hoe lang gaat het Surinaams volk dit nog accepteren van deze mannen? We kunnen het niet langer accepteren. Je hebt mensen... Maar even voordat je verder gaat. Ja? Hè? Ze hebben je niet opgebracht. Wettelijk zouden ze dat nu al niet... zouden ze dat niet moeten doen? Ze zijn verplicht het te doen. Maar en wat ik nu ga doen, dat ga ik nu doen. Toch? Omdat ik nu... Ik heb een patiëntie, man. Ik heb een voorjaar langer. Toch? Maar nu... Het is gewoon niet te veel geworden, Gerald. Me, binnenkort, me als sleep aan ministerie voor Binnenlandse Zaken wel voor het gerecht. Want recht voor één, recht voor allen. Ja, inderdaad. Wat voor het ene geld geldt ook voor het ander. En eigenlijk moeten ze met TWK betalen. Met TWK, ja. Vanaf 2020. En meer tak over, eigenlijk ben ik een tak over me. Kijk, nog andere gevallen hier. Mensen die in dienst zijn genomen door de vorige regering en ook nog door deze regering. Die nog steeds niet zijn opgebracht door de minister van Binnenlandse Zaken. En je zegt ik wil de president en ook de vicepresident vragen. Hoe langer zij dit nog gaan accepteren van Bronto Somohardjo en Eskak. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Oké, dat nou een ding. Dat wil ik ook trouwen nou nodig. Wang hoofdvoer bewaking. Naar Binnenlandse Zaken, maar naar hoofdvoetbewaking naar Binnenlandse Zaken. Toch? Genomen door het ministerie. Ja, maar naar hoofdvoetbewaking. Oké. Okay. Maar op een beveiliging en bewakingsbedrijf. Ja. Maar op een schoonmaakbedrijf. Een privébedrijf. Ja, een privébedrijf. En zo frappant, kort bakken die allemaal op een bedrijf. Amang draagt een bedrijf over of een sera bedrijf. Gewans ma. Dat was je een training. Ook ja, AKKF dadelijk, toch? En je kon je 16 van de 8e man te doen AKKF. Ja, toch? Ja. Oké. Dat was je dat bedrijf draag over op 7 maart 2024. Dat uno denkt dat je, oké, kan je nou als mama draag een bedrijf over? Die uno go onderzoek, het blijkt, Gerald, naar mijn vrouw gehuwd. Ja, je staat een man in Jasso toch? Ja. Gehuwd met. Mijn oango kardes man in. Maar de massa op zoek naar hoofd in de Binnenlandse Zaken. Bewaking afdeling. Deze is wat je doet, Gerald. Moet je die corruptie op hoog niveau. Dit is bewijs. Als dit werkelijk zo is, is het naar corruptie. Ja. Corruptie toch, brada. Amma vrouw. Amma opa bedrijf. Bakka dat hij dan zogenaamd amma potte dat zij denken. Amma gebruik aan meisjesnaam. Ja. Amma gebruik een meisjesnaam te pakken KKF. Look hoe jammer, nee. Amma gebruik een meisjesnaam, amma nog gebruik een getrouwde naam. Terwijl hij intussen, hij was toen al getrouwd. Ja. Ik gebruik? Maar samen doen. Nou, hier is hij psa, nou, dit is hij psa. Zogenaamd, nou, een trabedrijf, een trabedirecteur, tek een bedrijf over. Dat is hij maar doen. Dezelfde
ambtenaren sang en roko naar binnenlandse zaken. En doe roko naar Dorosei. Die als een bedrijf die zie. Mijn vraag is, en daarom heb ik dat ik klant moest onderzoeken. Als aan die zie. Mijn vraag nu is, door wie worden die ambtenaren betaald wanneer ze buiten werken? Ja. En door wie worden ze betaald wanneer ze voor het ministerie werken? Want, ja. Oké, wanneer ze voor het ministerie werken, hoe zat dat hier? Na een ministerie een paar de man. Maar de man er ook buiten. Zomaar een paar aan money dat hij. Want met klat onderzoek als aan die uno. Ja. Gerald, want toen zijn ze dat op het ministerie. Dus Sibrano had wel gelijk. Dat met u en de meneer minister, mijn volgende programma. Minister Bronto, zo moet hard je actie dat ik moest gaan bewijzen. Waar is bewijs hier vandaag, Gerald? Mm. U begrijpt toch? En ja. Ik heb u laten lezen. Ja. U na score, man. Ja, ik maak u lazy. Brada, wij vragen. Ik vraag namens de gemeenschap van Suriname dat er een grondig onderzoek komt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Mwansabi zei de meki de mij meten aan het tomaten. Je begrijpt? Ja. Want Gerald, Mwansabi heeft me herinner je, een president, een vice-president voor de Republiek Suriname, de man taki, de minister moet ervoor zorg dragen dat de mensen worden opgebracht. Ja. Het is een opdracht van de president. En deze Brontosso Mohardjo, hij vertrapt alle opdrachten van de president, zowel de vicepresident. En ik wil de president en de vicepresident vragen hoe lang zij dit nog zullen accepteren van Brontosso Mohardjo. Hoe lang nog? En aan rancune op een ministerie, aan hebitomsi. Je kan iemand niet zeggen, een vorige regering take you in dienst, een vorige regering give you een bevordering, met een vorige regering kom bakken aan de macht. Dat de man zorgt dat de man rokot op je stukken. Wie is eskak om een ambtenaar dat te zeggen? Ja. Gerald, we moeten serieus zijn in dit land. En mijn actie nogmaals aan klat. En mijn actie aan president. Mek een man zorgt dat ik een klat onderzoek doe. Tap aan ministerie voor Binnenlandse Zaken. Want de overuur die zien. De man is edu corruptie. Top een subtiele wijze. Maar ik kan money. Legaal ja, maar man zegt dat een ambtenaar nooit verdient zoveel money. En een man op recht op money. En man maakt onderlinge afspraken. Dat een money ik moet via een bok. Dat hij gaat naar het partijcentrum voor de man die zie. Ik heb harde informatie. Als de man kon een harde informatie. Dat de man tekent mijn telefoon. Dat de man chokro mij ja. Dat de man poort mij unlock. Dat de man vindt de informatie. Maar ik zegt dat mijn telefoon de man vindt. En man betreft de man kier mij. Alle informatie heb ik hier. Het is wel een zware beschuldiging als je zegt van dat geld gaat naar de partij. Dus via een overuur, zei de man, kiezen. Verplicht. Dan zou de man kiezen een overuur, moro. Oh. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? En dat is corruptie op hoog niveau, Gerald. Look, van de karaman, die is piqué betaki. De school tussen Euroko Sotranga Samus Lombaka Voerman. Rovers, bedriegers, oplichters. De mannen hebben een bepaald niveau, de man mag met overuren. Ja, ook die soldaten, ja. Tot een bepaald niveau, mogen ze overuren maken. Hoe komt het dat wel via het ministerie van Binnenlandse Zaken gewoon de mij die klakkeloos? Bijna 65 duizend SRD. Ja, bedragen tussen 60 en 65.000. Wow. Gewoon een ambtenaar, zelf een DNA-lid. No, ik kies Amoni Sawang, ambtenaar, ik kies het op Binnenlandse Zaken. En als men mij niet gelooft, toch? Kan een man een brief me? Mek, mijn man, trust me, moest doen onderzoek. Mek klat, mek president, die opdracht naar klat, voor de man kon zo snel mogelijk naar een onderzoek naar Binnenlandse Zaken, Gerald. Het gaat helemaal niet goed op het ministerie. En ik kan tegen u, de man in Rokko naar een tomaten. Er wordt met twee maten daar gemeten op het ministerie. Wat moet er nu gebeuren, los van het onderzoek? Me is jullie moeten opgebracht worden. Luister, me is me. Ben op te zeggen. Me bekom na zo snel mogelijk. Misschien volgende week al. Eigenlijk me no mag taki. Sa me bo do. Maar eigenlijk toch me ka taken. Me bekom na wa tax force. Me bekom na wa tax force per direct. Voor zorgen dat je de sansa minister do. Want commissie de. Fos asandoro na minister. Ik moet zijn aan de commissie dat fossie. Maar dan zou je de minister onder curatele stellen toch? Maar luister nou. Als vermoedelijke corruptieve handelingen in pleeg. Dat is het ministerie. Toch?
Peu et tek amoni fu lanti. Altijd mileri taki lanti money you no mus fu furu. Amoni fu a burger. A belasting geld fu a burger. You no mag teken. Amoro betre yang ama seto op sita pa dek. Yang ama seto onderling of sang. Ma amoni fu a lanti a burger. You no mag teken amoni fu a burger, brada. Klop, klop. En dat doet de minister en zijn team. En a rancune no stop dat pe tapa ministeri. Mika teyu, het is onvoorstelbaar. De man e hoorstukken tegen. Voor zelf de man egi coalitiepartner. Gerald mi abbewees. Mensen bellen me dagelijks. Meneer Lucien, tangan no umino makis mi money. Ik wil bijna zulke dingen van meneer Bronto niet geloven. Ik wil het bijna niet geloven. Als ik kijk, we hebben laatst met hem gesproken. Hij zegt van nee, ik ga onderzoek doen. Ik ga na wat er gebeurt. Oké, mag je een tough story, Gerald. Dat met mijn lobby heb ik zij herhaald dat. Over uur staat directeur nanga minister een tekening. Weet dat vandaag. Want over uur staat toch. De mama moest kies over uur. Als een minister nog keuren goed, de man no man kies amoni dat hij. Dan hoe zegt hij dat hij het niet weet? Oh. Met Amataki Samitadja, laat hij zeggen, Eskak plus Bronto moeten het tekenen. Okay. Anders wordt het niet uitbetaald. Dus die twee moeten tekenen? Natuurlijk. Die twee moeten toestemming geven en tekenen. Anders wordt het niet uitbetaald, brada. Dus hij moet op de hoogte zijn? Hij is op de hoogte. Hij doet alsof hij niet op de hoogte is, Gerald. Dat wordt die ambtenaar de dapé. Amamuskis ik zie meneer Cibrano. Want 600 of 500 SRD extra. Maar nog maar kies een money. Je begrijpt? Ik ben meneer Cibrano kapot. Kom maar. Er is DTV. Ik kan maar ook een vetang aan mij. Ja, ook een vetang aan mij. Wat zou hij doen? Hij gaat ook zijn mening geven hierop. Want hij heeft het eerst aangekondigd. Hè, ja, zijn trigger me toch. Ja, ik kan die stoel pakken. Noem ik je druk. Ik kan pakken stoel daarbij. Sibrano, dat lijkt de moutakje maar hij met afspraak hier. Dat papier apart. Dankjewel dat je bent gekomen. Want ik heb er nog van. Hey, Sibrano, dat wat je gezegd hebt nu maar, horen we nu weer. Kijk, dit moet je goed zetten. Dat is zo, hier. En dat namor belangrijk om Jeremy. En die woord is zo. Mooi, geef door. Salam alaikum, alles maar. Gerald, mijn volg a live. Toch, baka die missie hebben. Mijn oké, Gerald, heb ik hem geluken. Dat mij Jeremy takkie. Je hebt begrip die ze moord heeft mij. La PBD, wacht, mijn vraag. Waar was u? Mi dena kapersa. Oh ja, ja. Dat ik gisteren hem geluken. Dan takkie wacht, mijn tijd wat tak bato. Na Gerald, heb ik hem geluken. Dan geluken die de vier hem tak wacht. Kan je me die mic geven, want die dat ding van die Cibrano is low. Een mic. Wat zeg je? Onze mic waarmee we op straat zijn. Geef me een mic. Oh, een microfoon. Mijn kaal, dat heb je staan. Nee, omdat die... Wat er even zo... Hoor je hem wel? Want die mensen geven aan dat Cibrano niet zo goed horen. Oh, jullie gaan me horen zo. Je kan die microfoon gewoon brengen dan... Pum denk ik dat hij hem rond af. Dankjewel. Mooi. Ai, dan kan je dat wel gaan. Dan kunnen we nog beetje goed bezig zijn. Ai, Fiba. Ai. Dus Pum denk je rond af. No, rond af. Het was dan niet de vakba. Mi sap tak binnenlandse zaken dan over ekte sanang je takie. Kan de buitenlandse zaken mi sap tak aan dat zeg van buitenlander in sanang. Dus me begrijp aan buitenlandse zaken. Maar Bronto somo arjo. Die man moet met wortel en tak uitgeroeid worden. De san sa mij halen. Mi je reed tak bepalen sani. Maar against leek isa je verder Bronto. Im tiki de san nang a wortel en tak. Bigetere man tak in a puur partijbelang worden behartig. Nang a moni sap binnenlandse zaken inne. In om kan ben box ani ano yuruf ben box make up people sap sa te we tak over ben la sa we tak sa no man ko skrepo na
Koutou of Tizio Kobelu, broer. Wie gaat het zeggen? Wie moet het zeggen? Mm-hmm. What someone has to say it. Ja, als je van informatie nog ben binnen een poch. Broer, dan een moslim toch? Ja. Ik ook toch? Ja. En wat? Broer, noem de una brada, zolang je de teken vooruit kan van kondre of asipo wanko, dan wil je opgeruimd zien. Mm-hmm. Dus, broer, dan zo'n hartje mino kori. Wanneer mijn president komt bij? Waar zou waarnemend president in wakti? Mie ben koto odogen taki as neki die suku. Doro sevi jari. Lek in yosa de. Na bronto mie ben bedoel. Maar mie ben si leki de man serefi na tu. Anu tap een bek dus da mine bebe moe. Bronte takso. Bronte takso. Bravo mu sap no taki de man di si. Na wat ras neki de seya ma moore. Takou fara sneki dat bev. Ama is na leku an pets gaya din. Pets gaya din at sneki dat do moore. Dek bij bron si. Do fara sen dalek. En een man is de pchise moore fara, broer. De mij gebruik aan money voor binnenlandse zaken van padde. Padde. Olanga de man ook je verslag. Olanga, aksama ook toe. Bella man toch. Sabi, olanga de man ook je verslag. De mij gebruik van een kodak je naar lid. Wie zijn nou lid voor zijn? Even een make over uur naar TPL apart vergadering. Dan ga je daar werken. Dat tegen Rocco dat hij dat naar je over uur. Via een ministerie. Mm. Kan niet. Sabi, dat smadde dat pesa nooit naar Rocco. Tijdens dat zitten termijn die zie. Maar ik is money. Dat ga ik over uur. Die make-over uur, je moest maar geven aan van ja, deze dag was je daar, dat heb je gedaan. Die rapporten zijn niet. Ze zijn er niet. Dus laatst, mimi, wacht die bronto even. Voor Lucas Abo reageren. Maar wat, Amataka doet een onderzoek, dat Amataka. Hij moet een onderzoek doen. Een onderzoek naar Dumoro Brunsten. Die bewijzen zijn hier. Heb je ze nodig? Bel. Japantu? Mia Pantu. Die bewijzen liggen hier in Afdoen. Nog een onderzoek. Maar hij zegt ook, wat heel opmerkelijk zijn. Amazi Taki, naar minister. Na directeur moest tekenen over uren. Ja. Heeft de man nog tekenen, heeft de man nog keuring goed, Gerald. Mm-hmm. Wordt het niet uitbetaald. Ik ben beleidadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die man is op de hoogte, brada. Laat nou goed, meneer Bouwman Pika, maar ik kan zeggen, omdat ik ben aan focus en op kondre belang, want ik ben ook RVM, toch? Ja. Dus ik ben niet meneer Bouwman Pura, maar ik ben focus. Ik ben liever, maar ik kan gaan focus. Bekijk je lukuja? Je zegt meneer, toch? Germain Lichon, lukuja? Ja. De man hoort mijn benoeming voor jaren lang akba. Toppers voor apartheid bij mij deen zijn. Bel bronte zo mijn hartje. En tot de dag van heden. Amman ook give me laatste benoeming. Wel, mika tegen. Yo paying of ino paying. Maar mika tegen you. Me sorgu taki. Mika tampi. Mika man tampi. Mi no want taxa mi moest taki. Mika tegi. Oh, je hebt een dossier toe. Ja. A dossier heeft mij maar met een PDF. En atrasani pike. Atrasani sa mijn actie. Atrasani sa mijn actie a president ook toe. A 150 miljoen zijn allemaal begroot die aan verkiezing voor haar verkiezing. Is dat bedrag zuiver? Is dat bedrag te veel? Of is het te weinig? En als het te weinig is of als het te veel is, is het een onbewuste of een bewuste foute berekening? Mm-hmm. Dat is wat wij vragen als burgers van het land. Sinds de man is dom, zijn we zuiver. Je ziet wat aan cijfer. Nee, maar wij willen. Dus noem maar voor jaren dat wij willen cijferen. De man is nog cijfer, dus niets van hun is cijfer. Ja, maar we willen het nu wel weten. Als Kempita de Taki Chan, Winsa Bouwman Boati, maar alles aan Sama Fasi Epori Ama Abkrabita Anu. Chan Iere, Mipchis Kempi Matitaki, alles aan Saye Fasi Epori, Winsa Bouwman Boom Bedoeling, omdat Juabi Krabita Anu. Big up the man, Mipchis Kempi Dape. Toch dus Mukori. Broer, niks van deze mannen is zuiver. Niks zal zuiver worden met deze mannen. Dus Uno verwacht niks voor de man. No, deze aan mij verwacht die. Laat me dat 70 miljoen door de minister. Oh, manier, reageer ja, buiten. Ja, ja, ja. Broer, wie de meid er zo actie? Er wordt een Nobel met de. Schoten Nobel met de. Sansa, wat gaan we nog wat van horen? Die 70 miljoen aan belastingen, dat is kwijtgescholden aan de grote vrienden van de president. Ik weet waarmee ik bezig ben. Ik ken mijn verantwoordelijkheid. En ik ken ook de consequenties daarvan. Tenminste, want de Sansa is takkie aan mijn staf die ik bouw. Dus want de Sansa is staf bouw. Wie zwijgt, stemt toe. Ja. Wie zwijgt, stemt toe. En om mijn mediahuizen, dat ze altijd bij voornieuwsje stap misheid. Kom ik de eigen verhaal. Dit is de heren die mij takken naar je want minus op zo'n manier lukken de tv noemen. Ja, ja. Zolang je internet je want lukken de tv, toch? Dus allemaal moet je als aan die mij takken laat. Mm-hmm. Broer, dat we een contra nog kunnen. Nog andere media, of zo nog mij takken een vice-president zo voor stellen een vraag. Waarom zijn jullie bang? Omdat we een selectieve groep mediahuizen. Deze een jang uit Apatou, waardoor de mannen stel bepaalde vragen. Ik ken mediahuizen die van kantoor uit aan mij kies wel lijst naar een vraag ze aan mag stellen. Mm.
Als zo'n moment zich voordoet, stel je deze vraag. Zo'n moment zich voordoet, stel je deze vraag. Dat zijn opdrachten die worden uitgevoerd. Er worden mensen geboycott, maar like me. Dan hoe media is. Ik ga de aard zijn voor jou. Drie media is bel me. Ik heb ze netjes bedankt. Ik heb ze nee. Nee, maar dat bedoel je niet hoor. Ik bedoel, je hebt ze nodig. Ik zat in een appgroep. Ik zat in de media appgroep. Ze wisten niet eens dat ik het was. Ik ben een appgroep voor jou. Ik ben een appgroep voor president. Ik ben een alleen maar appgroep. Naar mijn mopo. Ik ben een appgroep. Ik zie de abbericht komen voor boycott me. Ik kan tegen ze zomaar bedenken aan leiding voor een app dat hij. Is een dame en ze weet over wie ik praat. Zabi toch maar, oké, dus broer, moet tegen eerlijk aan je staan, die is nog zuiver. Mik Miere a tegenspraak, met Taki 70 miljoen is kwijtgescholden aan vrienden van de president. Mee wacht dat tegen. Wie zwijgt stem toe? Mee kom aan Kotakina. Drie lees RVM current. Maar voilà, laatste vraag. Maar voilà, laatste vraag. Kom hierin. A hoofd voor binnenlandse zaken. A hoofd voor binnenlandse zaken, toch? A hoofd voor binnenlandse zaken. Ik wil televisie kijken. Nee, maar wat ik zo? Oh nee, water, ei. A hoofd voor binnenlandse zaken, want ik doe onderzoek. Hoe kost je dat hier? Ano een traumatica bedrijf over, toch? Nou, mijn vrouw. Getrouwde vrouw, tikka bedrijf over. Mijn actie, klad moest doen onderzoek if aan mijn pai. Loonbelasting, toch? En if ama verzekerd de rokoman van man. En ama moest presenteren een lijst. Suma na de rokoman van man. En dat de klad kies een lijst voor de rokoman van ama bedrijf. Dat de man moest luku. If ano de sem rokoman. Sang e rokotapa ministerie voor binnenlandse zaken. Ja? Dus mee. Binnenlandse zaken die dat met taki mee. Wan me klad doa onderzoek Gerald. Mi ab mi informatie ba. Ja? Me klad. Met klad doe een onderzoek. Dat maakt me dat die president, toch? Met aman die klad, omdat lukken no. Mika kon aan bewijzen, maar if klad no doe een onderzoek, bijna na zomaar. Met klad doe een onderzoek, brada. Dat de man Oshi sang if sada petapa ministerie voor binnenlandse zaken. Brada, 60.000 aan overuur. Dat is voer. Is veel. Dat is veel. En if me en Yoko, dan met klad zorgen dat je hier nou je presenteert, dat de man ook kies aan dat die. Het volk van Suriname en de wereld wil duidelijkheid wat zich afspeelt op het ministerie van Binnenlandse Zaken, brada. Dat is nu. Maar er zijn andere ministeries waarmee het komt vanaf volgende week. Ja, maar neem het elke toch. Ministerie gaan we stap voor stap gaan we ze uitkleden. Dus nu de Binnenlandse Zaken, die is wel rondaf. We zijn er rondaf met een contra-wiki naar een minister van Financiën en directeur van Belastingen, Kalaikanop van Manning. Ik noem jullie bij naam. Van Manning Stanley Ragubar Singh, minister van Financiën, Van Manning Kalaikan en de president van de Republiek Suriname. Volgende week kom ik bij jullie. Zij de. Ik ken jij nog allemaal bel meer, Remy Warus. Oké, Piké, jere nou. Zij de met meer reageer specifiek op binnenlandse zaken, omdat mijn ondervoorzitter voor een bond. Nu kom ik nog maar reageer op OWI, want mijn roken dat ben. Ik begrijp toch, mijn een burger, maar los daarvan ben ik een bisan en ik ben ondervoorzitter van de bond. Oh ja. Dus de youth pot asan kon naar media. Dan moet ik nee, dan ga ik een onderzoek instellen. Dat de maf me nou, de maf zijn dossier, ik ook me even je telefoon nou de brada. En informatie. Dus me nou aan tak over de trouwang, omdat me nou aan informatie. Loko, moet ik je eerlijk. Want bevolking zat de elibi afhankelijk voor een regering. De man heeft vrede bevolking dat die. A groep libisma sa elibi onafhankelijk voor a systeem. A groep libisma sa wan go onderneem door Igizani. Sa no wan dalanti. A groep dat namoro bigi vijand van regering. Mi sap tak mina wanf ding. Mine rokalanti. Alles ma go rokalanti. La wo ga ondernemen. Toch oké. Sao sa no. If no one man in mi groep. Naba dekati fu kotakeng mi okotakeng na gimi kondre. Ano gimi kesen. Ano gino na gimi kondre me doing. And if mi no doing, sumo doing. Dus ane go moro if sma loop me of sma no loop me of sma wat. Ane go, bij mij gaat het om, Surinamers moeten het weten. Ik ga het zeggen, daarom ik mi takeng. If you have moro DP dossier, je kan ga ding. Ala mama kan geng maal. Tori light, Gerald trouw, a wiki kan is 60 jaar bif kakondre. De light dat mire, maar ora foto Gerald. A keer volgende live, e hoor in onverwacht, bo secondre. Oké, probleem dat de. Ja man, mire, mire, maka, dalek te mimo po jana, bo secondre. My internet boe, dok alasan boe. Ukas alasan wap dape. Oké. Ano, wantor poe era. Me boe dan, things we benelan to de na lek jau. Oké, maar, jere na Gerald. O taki, we taki, ma mek a volk, mek a leiding voor a kondre. Ko focus op asan dis sami hal an. Ja. Uno dwala af. Ja. Je begrijpt toch? Ja. Wat grondig onderzoek moest kong na a ministerie voor binnenlandse zaken. Dat is wat ik als burger eis. Nanga
tevens ondervoorzitter van de bond, tevens Bissan, zijn misdrijf ook toe de man benadeeld voor jaar ik ba. Met Bataki Gerald en met die grand tangi taki goa gelegenheid. Want zijn we kategi. Voor het eerst niet show taki wan studio wan man ko gewoon. Dat maar is geen tv. Er is geen tv. Want televisie kijken anders is. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oké, thank you Barra. Ik ga verder met PK. Dank je wel. Kan ik die mic pakken? Je ziet die zal wat trouwen bakken. Bye, Fetty. Hey, thanks man. Oké. Mooi, we gaan verder met Engels Sibarimbus Donatina. Engels Donatina. Nee, nee, nee. Ik ben blij dat je bent gekomen. We ronden maar direct af. Ja, ja, ja. Una plaatseling. Plaatseling. Hé, hey, Tiro, dankjewel, hè. Dankjewel. Hey, mooi. En zo Appen, hebben we gesproken met de ondervoorzitter van de bond, Aldarma. Piquet. Tenminste, wanneer zijn die Sayutaki? Ko uitba. No. Samen tak kort geleden. Ja, dat bedoel ik. Oké, want trauma kon aan in de want boomvoer zijn samen met dat in het verleden zijn ook uitgekomen. Dus dat is alleen toch niet met dat? No, mee te met dat kwam zijn niet. Op vreemd die bepaalde sma. Omdat de mannen maar sabi. Gisuma pike je roko. Dat is mijn paaien. Maar suma se ja knapu. Dus dat zijn de vragen die ze stellen. En wat vraag ze dan stel, dus er vindt dat mee bekend de wan pike ook toe. Want ik ben Surinamer, ik hou ook van mijn land. Dus mi bekan de wan piki ook to taki if wan sande met taken gewoon. Maar mi, dus ik vraag mij taki dat mi apartheid belangen, zijn mijn behartig, dus mi no taken. Er zijn mensen van de ABOP die het weten op het ministerie, mensen van de VAP, van de NDP. Ze zijn allemaal, maar ze zijn namens een partij daar geplaatst, waardoor ze zwijgen. In partij belang de mij zwijg. Maar het moment dat je nationalist. Nationalisme voorop zet, dat denk je aan geen enkele partij, dan kom je de zaken bespreken. Ik betekent vanaf het begin van de regering die zie, we hebben op papier, dus in een voordeel, een beste coalitie. Dat is voor verheden. Dat want dat not no kibri. Alassan oleki, constantori oleki, en na voorjaar langa constantori leki. We hebben wel niks daarmee gedaan met de informatie, we hebben ook niks bereikt, maar constantori beleki. No, no, de Udin blessure tegen Gerald. Ai. ABOP gaat niet vechten tegen de NDP. VAP gaat niet vechten tegen de NDP. Ook niet tegen de NPS. Het wordt een oorlog tussen de twee grote coalitie-monsters nu. Toch? ABOP tegen VAP of Fitty. En wat moet de rest doen? De rest moet dan gaan bundelen om deze rotzooi op te ruimen. Maar de rest vecht ook daar beneden. Ja, ja. Dat wil ik ook, Gerald. Ja, ja, ja. Dat wil ik ook. De rest NPS ik dat dit voor NDP. NDP ik dat dit dat die voor Beb broer. Dat Uno moest bonderen voor ruim het troep. Dit is op. Als we eentje in de toekomst nog nodig hebben, dan zullen we kijken. Want er zijn wel zo'n mensen met de deskundigheid bij de VAP. Die integer zijn, maar alleen vanwege een overgroot deel. Negatief is de manier. Er zijn ook mensen in de ABOP die we nodig hebben als we een samensmelting willen maken van mensen met een grote cabeza. Ja. Toch? Dus we zien dat, maar voor nu moet deze troep opgeruimd worden. VHP, ABOP-regering is geen regering. Deze mannen regeren niet. Deze mannen behartigen puur hun familie- en vriendenbelangen. En dat irriteert me. Ik ga het blijven zeggen, Gerald. Zolang die gadogin brof met taki. Miroko na taki. Kan de amofon af me. De woord toe aan of me. Maar misatan taki. De no man stop me. Ja, maar dus eigenlijk. Ik ben wel mooi opmerken. Dat aan noa reactie nog eten van 70 miljoen. Zijn je geef aan 70 miljoen US dollar belasting kwijtschelding. Eigenlijk had ik direct een reactie. Want kijk, ze hebben het gezien. Geloof me. Iedereen. Geloof me, ze hebben het gezien. Maar ze hebben nog niet gereageerd. Maar we wachten, ik wacht tenminste op het moment waar ik de vicepresident zie. Tenminste, als hij nog als de president niet is gekomen. De president is morgen in het land, denk ik. Maar de president ook ga ik vragen van... Hey, pres, hoe zit het hiermee? Waarom heeft u dat gedaan als het zo is? Geef ons een verklaring. Want ik bedoel, 70 miljoen US dollar... 70 miljoen US dollar. Is veel geld. Dus dat staat voor Panam. Ah, dat is chidori. Chicken. Low, low, sunny. En er is nog meer. Want tira nog niet dat ik naar Noor Mohamed. Hoe gaat het met Panama? Hey, Panama, kan je raar. Laat me. Noor Mohamed. Noor Mohamed. Mokonta. Maar dat hij is goed bezig. Trawiki midden aan. En jullie zijn jaloers. Ja, trawiki midden aan. Ik ben best volgende week meneer Riyad Noor Mohamed. Salam alaikum. Volgende week ben ik bij jou. Oh wee.
malversaties. De werkcontracten zijn ook zet gemati. De massa is ook paaitjoek voor een job. Voor man sa e pour doti da pesos of man sa e pay des le contribution e pay wa sot instance de in o way sa e ene money sondro fu adoro a ministeri general it stink irikna foto fetingi irikna foto pe wa ka benesa te smer piset tingi a tingi sa da o way da pe general mi wa sa far nu mo amet kantan da pe tro so le so mana tingi de lobby de mo se wa ne amata kai go bu hey go bu kom bij hem. Goed bij hem daarom zoveel kritiek op hem omdat het goed gaat dat zegt hij. Geen enkele minister in Suriname is populair geworden vanwege zijn verworvenheden. Positief. Want minister leek er ook vorige regering, Edgar Dikan. Ja. Is hij populair? Nee toch? Maar de cabeza en de verworvenheden van Massa liggen daar. Ja. Hij is niet populair. Het is jouw minister populair, Gerald Nadat Nasranang. Boom voer, hooi de tapie vork. En waar een rook is er vuur. Op elke ministerie, als er rook is, is er vuur. Minister, je vinger deed niet. Die nota voor Zwijk. Ik heb ook een dossier van u. Die Stanley Ragubar zien jullie allemaal van de regering. En ik weet het ook al dat jullie bezig zijn met jullie scenario's. Milibide in Gado Anu. Dus noden na blessuretijd. Blessuretijd dat tot aquí na van de karren tebe komen we in het remanda visie in. Dus daarmee doen. Marde. Alasane go out no no. Dat is een bom. Dus Noor Mohamed, stel op. Stanley Ragubar Singh, stel op. President van de Republiek Suriname, stel op. Directeur Kalaikan van Belastingen, stel op. Bronto une termoro. Bronto dat dossier eens ervoor bedankt. Hij gaat de eer aan zichzelf moeten houden. En alvast moeten bedanken. Maar jullie allemaal worden stuk voor stuk uitgekleed. Door Dawood Piqué, die stem uit onverwacht. Bosse Kondre en Saptak Mina Koronmang zijn geboren in Para. En dan roept u dat in als doos dode. Mina, wat tak voorhang aan de man is. Alles aan de kadoor, Jere. Abo, we wachten af. Dankjewel, Piqué, dat je wilde komen. Mooi. En zo hebben we spontaan gesproken met Dawood Piqué, Cibrano Piqué. Hij heeft vandaag weer op zijn eigen manier ons op de hoogte gesteld van zaken die gebeuren. In ieder geval, wat hij de vorige keer had gezegd, een van die zaken is vandaag hier bevestigd door de ondervoorzitter van de Bond bij Binnenlandse Zaken. Er worden overuren gemaakt en gelden gaan naar de partij van de minister. Dat is gezegd hier. De minister heeft ons aangegeven dat hij een onderzoek doet. We wachten af. Het moment dat het onderzoek uitkomt, dan wil ik ook met hem praten over deze situatie. Dus we wachten rustig af. Gerald Harderwijk is de naam. Roberto Ormskerk is mij. Biggie Matty. We zijn er later weer met meer nieuws op DTV waar televisie kijken anders is.